Steve, Spanje. Fantastisch weer. Fantastische week training gehad denk ik. Je kunt geen betere condities hebben. Twee eerste-klassers, beide gelijk gespeeld. Hoe zie jij dat? Ja, eerst en vooral uh, trainen onder de zon, uh, fantastische uh, velden, uh, zwembad uh, naast ons trainingsveld uh, voor te ontspannen. Een goed hotel, goed eten. Dus het uh, is allemaal wel belangrijk om een perfecte stage te hebben. En dan ook uh, ja, twee vriendschappelijke wedstrijden tegen toch twee eerste klassers. Is toch altijd goed voor een uh, matchritme op te doen. Uh, maar het belangrijkste is om uh, ja, de intensiteit, de conditie weer bij te werken. En uh, zeker een basis te leggen naar, uh, ja, naar de vier komende, misschien de vier belangrijkste maanden voor Antwerpen. Ja, je spreekt over conditie, maar je zit een week met al je collega's samen. Ik denk dat daar dan ook iets groeit en, en, en helpt dat. Ja, zeker. Uh, ik denk eerst en vooral uh, voor nieuwe spelers, uh, integratie uh, verloopt uh, makkelijker, uh, we leven een week samen, dus uh, we leren elkaar beter kennen en dat is allemaal uh, ja, positief, uh, zowel uh, op het veld, maar ook naast het veld. Je zegt het zelf, de belangrijkste vier maanden, wat zijn jouw verwachtingen, wanneer ben je gelukkig en wanneer ben je niet gelukkig? Ja, ik ben gelukkig als we eerste staan op het einde van die vier maanden. En uh, ja, we moeten niet meer onder stoel of banken steken. We moeten gewoon gaan voor die eerste plaats. Zeker met de kwaliteiten die we hebben, uh, de ploeg die we hebben, de ervaring die we hebben. En uh, ja, daar moeten we absoluut voor gaan. Patrick de Kuiper heeft altijd gezegd: Het hoeft niet dit jaar te zijn, het mag volgend jaar zijn. Dit jaar is het eerste jaar dat ik investeer. Wat gebeurt er dan als we dit jaar op enkele puntjes na. De eerste klasse missen? Gaan wij dat overleven? Gaan jullie dat overleven? Ja, we mogen dat zeker niet zien als een, een catastrofe. Ik denk, uh, we blijven dan wel uh, profclub, zeker omdat het een hervorming is in de eerste klasse. En uh, dan die 24 profclubs. Dat is zeker geen catastrofe, maar uh, elke speler, één per één, is heel ambitieus, is heel bereid om alles te doen om, om, om dat te bereiken. We hebben nu ook al, al de mogelijkheden, dus uh, aan ons alleen om het, om het goed nog ja, om het te doen. En, uh, dat is misschien nog het moeilijkste, maar we zijn ervan overtuigd dat het uh, ja, moet lukken.